Parijs-Roubaix, een bijzondere klassieker en die heeft ook een bijzondere fiets. Ja. Vaak zijn er heel veel dingen anders dan normaal. Nou, vertel maar, wat is er anders? Nou, ten eerste, ze hebben een andere voorvork. Die is meer rond, meer demping. De achtervork, die padden staan ongeveer 1,5 centimeter, zijn die wel langer. Dus de fiets wordt op zich langer. Dus ook weer qua comfort is dat een voordeel. Dan de banden. Ze rijden allemaal met 28 mm banden. Voor en achter. De banden zijn breder, dus ze hebben meer grip. En er zit minder lucht in. Dus het is meer comfort. Normaal doen we ongeveer 8 bar erin. En nu zit er 5,7 in. Voor 5,5, achter 5,7 bar. Dan is het ook weer wat zachter. Ja. Dan hebben ze ook nog een 44 binnenblad. Dat is makkelijker voor op de kasseien. Wat rijden ze normaal? Normaal rijden ze 39 binnenblad. Is het een zwaardere of juist een lichtere versnelling? Het is een zwaardere versnelling. Ze moeten harder trappen. Ja, maar op de kassei is dat meestal wel makkelijker. 39 is dan te licht. En 44 is net waar ze goed mee weg kunnen op de kassei. Oké. Dus en ook nog bij sommige renners hebben een dubbel stuurlint eromheen gedraaid. Die vinden dat fijn qua met te trillen en zo. Iets meer, meer demping. Ja, op de handen. En voor jullie is het een drukkere dag of gewoon een drukkere weken. We zijn al, ik denk al 2, maar Ruud is al 3 weken op voorhand al bezig geweest met het maken van wielen. En er komt heel veel bij kijken. Alle renners hebben een speciaal frame, Parijs-Roubaix frame. Dus het moet allemaal opgebouwd worden. Dus de frames zijn echt op de persoon afgesteld? Ja. We hebben de fiets van Fletcher. Wat is er nou echt heel bijzonder aan de fiets van Fletcher? De mate, het is helemaal anders dan een andere renner. Hij zit gewoon qua een heel andere positie dan bijvoorbeeld Sebastian Langeveld. Dus dat vergt millimeterwerk, dat is heel precies werk voor jullie. Ja, echt millimeterwerk. En een renner voelt het ook meteen. Als de fiets niet goed staat, 1 millimeter verschil, dan bellen ze, staat niet goed. Ja. Nou, dat is wel een secuur werk. Ja. Okay, veel succes. Dankjewel. En dankjewel voor je uitleg. Graag gedaan.